Dat is dus constant zo, dat niemand bij mij in de buurt weet ergens iets vanaf. Eind van het jaar gaan ze dus al beginnen met de kapwerkzaamheden. Dat er een HOV-busbaan door Anna's Hoeve wordt aangelegd is bekend. Minder bekend is dat daarnaast ook een nieuwe weg wordt aangelegd. Veel omwonenden beseffen nog niet hoe ernstig de gevolgen zijn voor dit unieke stukje natuur aan de rand van Hilversum. Hier kan je niet meer wandelen. Hier loopt die weg. En daar gaan die bomen ook weg voor die weg. Dus dit hele gebied wordt aangetast. De meeste buurtbewoners weten echt van niks. Ze zijn heel slecht geïnformeerd. Als ik ze erover vertel, dan is het gewoon één grote verrassing. Nou, ik begrijp dat een stukje natuur voor opgeofferd wordt. Maar wat er precies gaat gebeuren, is mij nog niet helemaal duidelijk. Van de 40 hectare die nu voor natuur en recreatie beschikbaar is, 17 hectare, dus bijna de helft, wordt afgesloten of benut voor infrastructuur. Het belangrijkste is dat er een HOV-busbaan komt en die gaat hier onderdoor lopen. En deze strook groen gaat helemaal weg voor de busbaan. En 300 meter voor de spoorlijn gaat die busbaan omhoog met een taluut. Moet die met een nieuw viaduct moet die over de spoorbaan. En aan de andere kant maak je een grote bocht en dan gaat hij verderop onder het ecoduct door. Wat er verder gaat gebeuren is dat dit stuk weg, de weg over Anna's Hoeve, eruit gehaald wordt. Nou ja, volgens de plannenmakers is de huidige weg een probleem omdat daar te veel dieren dood zouden worden gereden. Dat er geen dieren durven over te steken. Er is nog nooit onderzoek naar gedaan, dus hoe kan je dat dan zeggen? Er wordt ook bijna nooit een dier doodgevonden. In de rapporten daarover die dat een beetje aangeven, staat één fotootje van één dode ringslang en die lag op het fietspad ergens. En dat is dan het bewijs dat er allerlei dieren worden doodgereden. Wat er dus achter zit is, als je daar die weg afdampt en dat stuk dus rustiger wordt, dan wordt de grond waar die huizen worden gebouwd, die wordt duurder. Ja. Maar er komt een veel langere weg voor terug. Er komt hier, dwars door het groen van Anna's Hoeve, een nieuwe weg, een brede strook, tot aan hier, naar Baarn. Ja, nou, de weg die komt uit die richting vandaan, komt dan bij dat bosgebied. Daar worden al die bomen worden daarvoor gekapt. Komt dan bij het spoor en gaat dan langs het spoor zo verder in de richting van de A27. Van het hek tot aan hier gaat weg. Tot aan hier. Dit hele stuk gaat weg. Het is, als je voorstelt dat hier een weg ligt en dat hier grondwallen liggen en dat dit helemaal verloren gaat voor de recreatie, ja, dat is eeuwig zonde. En weg is weg, hè? Het is altijd weg. Dus die baan zelf, hier die hele breedte, dat is zo tegen de 90 meter breed. Dus een nieuwe weg, de spoorbaan en de HOV. Maar er komt dus een breedgapend gat? Een breedgapend gat van tegen de 90 meter breed. Stuk infrastructuur komt hier en alle bomen gaan hier weg. Ja, en dit loopt nog, nou, 2 kilometer door tot aan de snelweg. Het is eigenlijk een soort lang wandelpad, helemaal omgeven door bomen en bosjes en struiken. En ja, dat straks weg is, dat kan ik gewoon echt niet bij me in mijn hoofd. Het gaat om duizenden bomen. Wat wij geteld hebben, dat zijn in ieder geval aan deze kant zo'n 2000 bomen voor de verlegging van de weg. En aan de andere kant van de HOV zo'n 1200 bomen. Ja. Maar dat zijn er veel meer, omdat de plannen zijn groter dan wij eigenlijk van tevoren wisten. En komt er nog iets voor terug voor de bomen? Nou, voor die bomen komt dus bijna niks terug. Op een paar plekjes worden een paar bomen geplant. Maar er is dus gewoon geen ruimte om extra bomen te zetten. En dat wordt dus niet gecompenseerd verder. De nieuwe weg die gaat dus 10 miljoen kosten ongeveer, alles bij elkaar. Voor een probleem wat niet bestaat. Hier komt een ecoduct. Dat betekent dat dit hele stuk afgesloten wordt voor voetgangers. En de natuur die wordt helemaal ingeperkt tot een stadsparkje. En dit deel, dit hele gebied waar we komen hier, waar we hier staan, daar mogen geen bezoekers straks meer komen. Nou, dat is dus een gebied van zo'n 10 hectare. En dat is juist weer voor de dieren, toch? Dit is uiteraard voor de dieren. Maar de vraag is, hoe noodzakelijk is dat? Ik bedoel, er zitten nu ook dieren. En die dieren die eventueel passeren over het ecoduct, die doen dat vooral in de schemering en 's nachts. En niet overdag als hier mensen lopen. Ja, we komen hier veel om hard te lopen en te wandelen met onze kinderen. Ja. En te genieten van de natuur en te schaatsen. Maar jullie wisten het gewoon niet? Nee. Dat is mij nog niet bekend. Dus
Maar er valt niks meer tegen te doen. Nee, is het een gedane zaak? Ja. Alle besluiten zijn al genomen. Het provinciaal inpassingsplan is aangepast. Het enige punt wat er nog is, er zit een financieel tekort van nu al 10 miljoen op. Wat nog niet gedekt is. Ja, als men uiteindelijk geen extra geld erbij legt, dan is het hele plan financieel niet haalbaar. Ja, nou, met dat 10 miljoen, als ze die weg dan niet gaan aanleggen, dan is het financieel tekort misschien meteen gedekt. Maar heb jij nog hoop dat het zo ver zou komen? Nee, niet veel hoop. De enige reden dat het nog zou kunnen gebeuren is dat de toekomstige college en gemeenteraad gaan zeggen, dit gaat niet door. Wij kiezen voor de natuur.